Wat is dit? Is dit het geheim van Theo Zwarthoed? Op zo'n trainingskamp en tijdens ook normale trainingen zijn er natuurlijk altijd dingen die de normale supporter niet weet. In deze vlog neem ik jullie mee. Er zijn wat dingetjes met de keepers en natuurlijk GPS-materialen samen met Noël. Dus ik zou zeggen, daar gaan we. Kan je kort vertellen wat jij doet bij Excelsior? Ik ben de fysieke trainer, dus ik hou eigenlijk al hun fysieke programma's bij. Ik maak ze ook. Ik monitor ze ook, dus ook wat we met de GPS doen en met de hartslag, zeg maar. Ik wil gewoon een zo fit mogelijk groep voor de trainer hebben, dus dat ze optimaal kunnen presteren. Nou, dit zijn de GPS-trackers. Hiermee kunnen we alle loopjes van de jongens zien die zij op de training doen en in de wedstrijden. Je hebt zo'n hesje, doe je dan hierin en die trek je gewoon over je hoofd heen aan. Het zit onder je shirtje. En je ziet bij je shirtje zie je zo'n soort van bolling zitten. Nou, dat zijn deze trackers. Heb je de wedstrijden van gisteren al geanalyseerd met dat programma? Ja, een leuke statistiek voor Moor van gisteren was dat Mike de hoogste sneller heeft bereikt. Die had net één puntje hoger dan Stanley. Dus volgens mij is Stanley wel sneller, maar Mike op de lange afstand is die behoorlijk snel. Theo, ik zag je net wat pakken van de paal. Wat was dat? Ja, vaseline. Dat is voor mijn handschoenen, dat is voor de grip. Sinds wanneer is dat ontdekt? Ik denk twee jaar geleden werd mij verteld. Als het nat weer is en de bollen zijn glad, moet je vaseline op je handschoen smeren. Ja, dus dan dacht ik van, werkt natuurlijk averechts. Geprobeerd met oude handschoenen, maar toch blijkt heel goed te werken. Heb je normaal geen grip met je handschoenen dan? Ja, wel, maar op de deur, je gaat natuurlijk zweten nu. De handschoenen worden heel nat. Ja, dan is het altijd even fijn om iets extra grip te hebben op je handschoenen. De bal!